zo hoort het wel. De helm is natuurlijk verplicht en de rest is zeer aan te raden. Handschoenen, speciaal jack, lange broek en schoenen over je enkels. En zo hoort het dus niet. Want als je dan valt, kunnen de gevolgen enorm zijn. Ik kan je voorstellen dat een arm en een been dat die heel kwetsbaar zijn. Zeker als ze niet beschermd zijn. Dus we weten uit onderzoek eigenlijk wel dat mensen die geen beschermende kleding hebben, die komen vaker naar het ziekenhuis. Dus een deel, zeg maar, remt die beschermende kleding toch af, hoef je überhaupt niet naar het ziekenhuis. En de mensen die wel in het ziekenhuis komen, hebben vaak ernstige letsel. En het is los van de botbreuken eigenlijk vaak meer de huid en de weken delen daaromheen. En dat is bij breuken een heel groot probleem. En dat kan leiden tot amputaties zelfs. Het HMC Westeinde is het regionale ziekenhuis voor ernstige verkeersverwondingen. En Hogendoorn ziet in de zomer wekelijks een gevallen motorrijder binnenkomen. En dat is natuurlijk niet altijd zo ernstig dat het inderdaad iemand zijn been kost. Gelukkig niet. Maar wel open breuken of ernstige weken delen letsel. Bij motorrijschool Filippo in Den Haag wordt mensen altijd geleerd de juiste kleding aan te trekken. Om te beginnen zie je buiten de bescherming zie je ook dat er veiligheid in zit, de kleur. Voor de rest elleboogstukken, stukken in de schouder. We zijn allemaal wel een keertje met de fiets gevallen en dan pleister op je elleboog en een pleister op je knieën. En hier, dat is allemaal beschermd. Achterin protectie voor de rug, voor het geval dat je op de rug valt. De bescherming is echt nodig, want al rij je zelf nog zo voorzichtig, een ongeluk zit in een klein hoekje. En je hoeft het ook zelf niet te doen. Het kan ook zijn dat een ander het doet. En buiten dat een ander het doet, kan het ook zijn dat je ergens de bocht op gaat en dat er na de bocht een plasolie ligt. Dan ga je onderuit. En wat dan? Dus het is gewoon echt verstandig, gewoon niet doen. Hoeveel mensen er in zomerkleding gaan motorrijden en hoeveel van hen er een ongeluk krijgen, is niet bekend. De kans op zo'n ongeluk is volgens chirurg Hogendoorn klein. Maar als het gebeurt, kun je er nog heel lang last van hebben. Mensen denken vaak, ik breek iets en met een week of zes is het wel weer zo'n beetje voorbij. Nou, wij zien hier eigenlijk in de praktijk dat het vaak wel tot een jaar duurt of langer. En heel veel mensen leven lang nog wel restklachten houden. Dat je niet meer kan sporten wat je voorheen deed of moeite hebt met lange lopen of zware belasting.